Ik uh, kwam een artikel tegen en ik denk dat is dan wel uh, meteen een goede video om ook dit kanaal uh, af te sluiten. Mensen, kijk die video's er niet, want uh, als je die video's gaat kijken, dan, uh, dan, dan zie je de dingen. Gelukkig heb ik uh, een, uh, een moeder, heel hoog IQ, die uh, ook bijvoorbeeld bij kinderbescherming mocht beslissen of vader uh, hun uh, kinderen alleen mocht zien. Als je de werkstukken ervan ziet en zo. Op zich heb ik ook wel een slim zusje. Ook dingen in de zorg gedaan en zo. Uh, Sandra is ook wel slim. Uh, de video uh, Sandra Meiling En ik van Dennis Ossoman. Als je die kijkt. Uh, geluid in het midden. Uh, zijn toch wel dingen. Uh, die weet precies wat er speelt. Precies wat er speelt. Dat kan ik met de laatste e-mailtjes die ze me hebben gestuurd. Kan ik ook aantonen. Die weet precies van het gekopieerde, noem maar op. Net als Inge de Bruin. Met haar e-mails kan ik ook aantonen. Dat die ook doorhebt. Wat er allemaal afspeelt. En wat er aan het gebeuren is. Joey Sommer, die weet precies wat er aan het gebeuren is. Hans van Os. Uh, Mijk Theuwe. Stella Baan. Ik, uh, Dave Kessling, die wil. Dus denk ik ook nog wel up-to-date. Denk ik dat de mensen met een hoger bewustzijn. Zoals Bastiaan, Laros en zo. Die weten ook ondertussen wel wat er speelt. Die hele Flat Earth community. Die heeft ook wel een beetje eromheen gangen. Uh, heb ook wel uh, leuk willen doen. Missie of Die vond helemaal. Uh, Inge de Bruin, geweldig. <laughs> Als je weet waar hij voor staat, dan vond hij die dingen niet geweldig. Maar zoveel mensen waarvan ik weet dat ze heel erg slim zijn. Dat ze op hoger niveau beslissingen kunnen nemen. Dat ze een bewustzijn verruimd hebben. Nou, ik ben heel blij dat hun er allemaal zijn. En, uh, het is alleen jammer dat ze niet van mij houden. Dat dit hele spel. Of dit, ja, het is niet echt meer een spel hè, als het allemaal echt aan het gebeuren is. Echt mijn destiny aan het stelen. Maar ik hoef geen copyright dingen te hebben om uiteindelijk ook de mensen aan te kunnen klagen. Misschien moet ik ook maar gewoon bij Stichting Hulpverlening, Slachtofferhulpverlening of zo. Moet ik daar maar mijn verhaal gaan halen ofzo. Dan ook gewoon de telefoongesprekken met de politie die ik opgenomen heb. Die ook gewoon op tafel kunnen neerleggen. Uitleggen dat de politie hier aan de deur is geweest. Nadat ze een valse melding kregen, maar die wel heel serieus behandelde, hier aan de deur kwam, ik ze alles uitlegde. Dus wisten waarom die melding kwam. Dat het niet uit zorgen was, maar dat het een extra brainfuck-ding was. Ze zijn natuurlijk, uh, ze zijn geen extra onderzoek gaan doen. Want ik heb een maand later de politie opgebeld. En ik heb me later teruggebeld door de man. Die hier al met een vrouw, vrouwelijke agent aan de deur was. Die ik binnen heb gelaten. Een rondje mee heb gelopen door mijn huis. De vragen waar hun mee kwamen. Die waren zo belachelijk. Alles bij elkaar. Hier al een mooie Wikipedia. Plagiaat of letterdieverij. Is het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen. En deze laten doorgaan op eigen werk. Diegene die plagiaat pleegt is plagiator of plagi... plagiaris. Degene van wie het werk overgenomen is, wordt aangeduimd als de plagiedierer. De schijn dat men het oogmerk heeft van een ander voor eigen werk door te, gaan, door te laten gaan, neemt men weg door de bron te vermelden en door exact aan te geven wat er uit de bron is overgenomen. Vaak gaat plagiaat samen met het schenden van het auteursrecht. Maar dat is niet altijd het geval. Alle mensen die van me houden hebben dit door. Alle mensen op internet die deze spelletjes omheen draaien, hebben het door. De mensen die ik hier binnenlid, hebben het door. Buren waar ik mee praat of mensen verderop uh, hebben allemaal door wat er speelt. En uh, als mensen het idee hadden dat ze niet echt wat konden doen... of niet echt politiemeldingen... dan zouden ze alles van mijn copycat... zouden ze belachelijk maken. Zouden ze elke keer in de chat komen... Hey, dat ze, je bent Ian uh, Wilkie aan het kopiëren. Ah, jij bent echt een mietje. Je bent gewoon IP aan het kopiëren. Zo hadden ze uh, met allemaal, iedereen. Maar het hoort allemaal bij elkaar. Allemaal. Ik dacht elke keer... Oh, laat me gaan, laat me maar kopiëren. En uiteindelijk, dan heb ik toch uh, vrienden, vrienden, de mensen om me heen, mijn ouders, die deze dingen ook allemaal zien. En die kunnen me dan wel helpen met uh, de boel aanklagen, aangiftes doen en zo. Maar. Uh, het is niet copycat. Het is echt gewoon mijn destiny stelen. Het is echt gewoon dat wat van mij is, omdat. Ik opgeruimd en weg moet, en dan de erfenis die komt, die kunnen ze dan met z'n allen delen. Maar, al die video's die hier al op deze pagina staan, staan er nog steeds een paar die niemand gezien heeft. Want ja, als je al die video's gaat kijken en jij echt een hoog IQ hebt, echt bij bewustzijn bent, en dan daarna, na al die video's en mijn video's gezien hebt dan naar Popperkast gaat kijken, dan zie je gewoon dat het niet uh, spelen op eigen pagina is, eigen kanaal is, maar dat dit serieus is. En al die mensen die hier aan hebben bijgedraaid, die mij uh, uiteindelijk gek doorgedraaid of zelfmoord wilden laten plegen, ik weet precies wie jullie allemaal zijn. Allemaal. En ik kan me ook indenken wie er wel. Ook nog mee te maken kan hebben ze rolletjes aan het spelen. Is wie een uh, soort van medeplichtig is. Zoals een manuela met de simkaart zo van links naar rechts. Dat dat wel duidelijk is dat die medeplichtig is, net als een Joey zomer. Zo kan ik uh, een heleboel namen opnoemen. En dat hier oh, om mij, echt fysiek om mij heen. Alles. Maar uh, het is goed dat uh, jullie dat de mensen die om mij heen zaten. Allemaal slimme mensen. Hoger de u. bewust bewustzijn. Goed zijn uh, in bijvoorbeeld uh, meerdere talen spreken. Allemaal iets doen uh, in de zorg in de hulpverlening naar mensen toe. Al mensen die uh, op hoger niveau beslissingen mogen nemen. Dus uh, hun kijk, de inzichten die hun hebben. Mensen niet kunnen doen alsof ze dom zijn, maar dit echt kunnen inkleuren alsof de mensen duister zijn. En het heeft geen nut voor mij meer uh, om uh, hiermee bezig te zijn. Ik heb echt alles al gezegd. En dat wat ik niet gezegd heb, ja, ik weet niet of ik uh, bepaalde waarheden nog wel boven tafel kan halen. Want dit gaat echt om uh, de hele familie. Uh, de, de, de copycat met zijn hele 50 plus bruine vingerclub. Met de vrienden, vriendinnen, allemaal die uh, bij hebben gedragen aan dit. Uh, echt te maken met uh, cult, kerk. Echt uh, de bank die hier ook wel mee te maken moet hebben. Met, met de erfenis en dat soort dingen. Maar allemaal maar. Uh, en het gaat niet alleen maar om het uh, geld en bezittingen. Maar het gaat ook waarschijnlijk om. Uh, ja, als je weet waar je vandaan komt, wie je bent. En dan het spirituele wat bij je bloedlijn hoort en zo. Uh, objecten die uh, gechandd zijn. Gaat dit zoveel dieper? Ja, daarvoor moet je gelovig zijn en uh, ja, iedereen is ongelovig, dus ik uh, kan gewoon slechte dingen doen. Ik kan gewoon meedoen aan, aan dit alles. Ik heb echt gezien: de mensen zijn harteloos. Er is geen uh, ondersteuning help, geen medeleven, geen medelijden. Mensen kunnen zich niet inleven in iemand anders, wat er allemaal afspeelt. Mensen kunnen nu dus ook gewoon niet zien dat uh, alles verrader is om me heen. Met de DNA-test, dat ik gewoon in een gezin heb gezeten. Uh, wat niet mijn ouders zijn. Dat daarom, uh, als hun dat ook allemaal weten, snap ik wel waarom ze elke keer uh, dat hatelijke, dat jaloerse. Uh, het is echt. Uh... Ik moest zien. Hoeveel? Duister en... Uh, alles. Want er uh, was niks. Uh, en we zijn nou echt uh, de vijf maanden voorbij. Na mijn testimonial video. Dus het is voor mij uh, duidelijk. Er, er is niks te winnen voor mij. Omdat jullie allemaal al verloren hebben. Allemaal al verloren hebben. Ja, follow the money. En uh, uh, Maar dit is iets voor uh, God en uh, voor de duivel... Want justitie en zo vertrouw ik ook niet meer. Maar dat houdt mij er niet van om uh, gewoon goed, aardig, lief, sociaal. met normen en waarden. gewoon het leven door te gaan. Dat betekent gewoon alleen. Uh, ja, ik zie het nu. Dus uh, het is niet zo moeilijk om uh, te weten waar ik aardig en lief tegen doe. En, en wat ik behandel als lucht. of waar ik heel veel licht op schuim.